goed bezig. En waar kan Nederland van leren als je dan zeg maar zegt, oké, okay, tempo in Nederland ligt hoog, daar kan UK wat van leren. Wat kan Nederland van leren? Waar kan je wat van leren in Nederland van het Engelse? Moeilijke vraag, man. Ik denk dat Nederland best wel on point is met hun dingen, hoor. Ik denk wel gewoon quality control. Dat wel. Oh, weet je, quality control is heel belangrijk. Weet je, ik zeg niet dat in Engeland niet veel onzin uitkomt, weet je, maar weet je, die mannen die dan echt rennen, weet je, quality control is crazy, man. Weet je, de kwaliteit van de muziek is gewoon. Er zijn ook echt gewoon veel mannen die op tracks werken, weet je, en ook de songwriters zijn gewoon. We hebben echt gruwelijke songwriters daar die gewoon wereldwijd gewoon kapot maken, weet je. Ja. En dat mis ik wel een beetje in Nederland, weet je. Alles is best wel makkelijk. Alles klinkt ook best wel makkelijk, weet je. En het is geen disrespect naar de scene, want ik vind het gewoon gruwelijk klinken als ik in de club ben. Maar als producer, als ik hem dan uit elkaar moet halen, dan denk ik soms van, dude, really? Ja. Ik kan me ook lyricaal, weet je. Ja. Maar ik vind echt dat er echt gruwelijke producers in Nederland zijn. Weet je, echt gruwelijke producers hier in Nederland. Maar ook lyricaal, zo denk ik. Maar dat is wat Nederland wil. Ze willen gewoon die makkelijke... Want dat is wat je een tijdje geleden ook in een paar Facebook-posts had gezet. Wat ik me kon herinneren. Hey. Dutch rappers be like. Ja, maar het is zo, weet je. Het was wel. Het is gewoon zo. Ik hoef daar niet om te liegen. Iedereen weet het ook. Iedereen is gewoon stil. Weet je? Iedereen zegt er gewoon niets over. Maar echt, soms hoor ik echt lyrics dat ik denk van, gozer, je kon iets meer... Je kan iets meer gas geven op deze, man. Je kan nog even 2 minuten nadenken en een betere bar verzinnen. Weet je, maar dat is gewoon from a rapper's perspective. Want die kinderen vinden het leuk, maar kinderen lopen alle tracks te rappen en te zingen. En die vinden dat geweldig. Dus ja.